The majority of men of this generation struggle with masculinity. You are not even a quarter of the man that your great-grandfather was. Het gaat niet goed met de man. Tenminste, als je deze razend populaire influencers moet geloven. Your life shit. I'd be depressed if I was you. Dus de mannen die zijn zwakker dan ooit. Why you guys are fucking losers? Straight up fucking losers. Waarom hebben deze influencers miljoenen volgers? They're lonesome and they don't know what to do. Wat klopt er van de boodschap dat het niet goed gaat met de man? Ze zijn zwak aan het worden en ik zeg dit omdat ik me zorgen maak. So get up and grind. Waarom zeggen deze influencers dat je naar de sportschool moet? Kom van de bank af met het kadaver van je. Get in the gym, get bigger, get stronger. Never been in the gym in fucking weeks. Zit je al in een boxclub? En klinkt dit geluid ook vanuit extreemrechtse hoek? Become resilient, become weerbaar, become stronger. Zit je weerbaarheid, discipline, zelfvertrouwen. Kickboxen is wat daar zeker aan bijdraagt. Daan heeft een sportschool in Haarlem. De populariteit van de sportscholen onder jongeren is de afgelopen jaren hard gestegen. Je ziet dat veel jongens zoekende zijn daarin. Van wie ben ik nou eigenlijk? En wat is mijn rol als man? Ik zie bij jongens als ze binnenkomen dat ze vaak wat ingetogener zijn. Dat ze misschien wat onzeker zijn. En dat door middel van sport dat ze dat ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat mentaal boost het je gewoon echt heel veel. Lichamelijk word je gewoon, je ziet er beter uit. Dat helpt ook weer voor je zelfvertrouwen. Jozef, Ferry en Wessel volgen hier een paar keer per week kickboxlessen. Ze vinden het belangrijk dat mannen sterk zijn. Maar het valt hen op dat niet iedereen in de samenleving dat zo ziet. Dan ben je toxisch of word je weer als een stempel afgedrukt. Terwijl je gewoon, je wilt normaal je dingen doen en dan er wordt gewoon heel raar naar je gekeken dan. Vooral in deze tijd, denk ik dan. Mensen vinden het te snel dan dat te veel met jezelf bezig bent of zo. En dat je niet te gespierd moet zijn, want dat is te mannelijk. Ik denk dat het gevolg daarvan is dat juist meer jongens nog meer zoekende zijn in wie ze nou zijn en wat ze nou willen en wat hun rol is. En dat dat alleen maar weer voor uitval zorgt op school en dat soort dingen. I teach men to be strong. I teach men how to make money. I teach men how to be confident, how to be motivated, how to be disciplined, how to be diligent, how to be hardworking. Look at ourselves and fix ourselves and be the best kind of men we can be. Ik denk dat heel veel, vooral jongere tienerjongens, dat daar wel moeite mee hebben om gewoon zichzelf sterk te kunnen voelen. En als er dan een grote figuur heeft, zo gigantisch als Andrew Tate, dat wel echt een positieve reinforcement is voor ze. Dat je een soort van leven bij je ballen moet pakken en gewoon zeggen, moet er nu echt voor gaan. If a man adopts these qualities and applies them to his life will get better. Hij is niet altijd even wijs. Hij zegt ook een paar dingen die een beetje afwijkend zijn. Maar nee, hij is ook wel een groot voorbeeld voor veel mensen, denk ik. If I meet a girl who's 33 and single, I know the amount of dick that's been through her before me is just simply unattractive. Andrew Tate. Hij is geband van Facebook, Instagram, TikTok en YouTube vanwege zijn extreem vrouwonvriendelijke uitspraken. Toch bereikt hij wereldwijd nog steeds miljoenen volgers. It's bang out the machete, boom in her face, and then grip her up by the neck. Like, shut up, bitch! Her panties get wet. The machete's on the floor, her panties are all wet. And you go, fuck her. That's how it goes. Slap, slap. Grab, choke, shut up, bitch, sex. I decide what I do. Be quiet. Cook. Police in Romania raiding the home of controversial online influencer Andrew Tate. Tate wordt eind 2022 opgepakt op verdenking van mensenhandel en verkrachting. Guns, knives and stacks of cash.
Als we kijken naar wat een hele grote mediavriend Andrew Tate heel veel dingen zei. In heel veel dingen is hij radicaal doorgeslagen erin. In uitspraken, daar sta ik niet achter. Maar sommige dingen wel. En wat hij heel goed doet, hij is een heel herkenbaar iets voor heel veel mannen. Dus dat is wel iets waarvan ik denk van oké, er moet wel meer ruimte daarvoor komen. Laat mannen maar gewoon weer sterk zijn. Zakken, goed, netjes, kom maar. En heupen, bam, heupen en zo, dat is goed. Waar ik dus vooral bij help, is mannen zorgen dat ze mentaal en fysiek sterk worden door ze training te geven. Vooral fysieke training. Dolf heeft zijn eigen personal training studio in de buurt van Boksmeer. Hij heeft een duidelijk idee over waar een man fysiek toe in staat moet zijn. Drie, netjes. Dat is minimaal 1 keer lichtgewicht kunnen bankdrukken. 1,5 keer je lichtgewicht kunnen squatten. En 2 keer je lichtgewicht kunnen optillen in de vorm van een deadlift. Alleen om te laten zien hoe slecht het met de mannen in de wereld gaat. Als je dat kan, hoor je bij de top 5% sterkste mensen van de wereld. Rechthouden, puls. Zo, ja. Goed. Hey, en waarom vind je dat mannen dit dan minimaal moeten kunnen? Een man moet eigenlijk in elke vorm moet wel klaar kunnen staan voor gevechten, om het zo te zeggen. Gevechtsbereidheid, maar ook qua fitheid. Alles eruit persen, kom maar, push. Goed. Welke influencers, wie vind jij inspirerend? Ik vind Mier of Meer vind ik heel sterk in wat hij zegt. Stel, jouw huis staat dadelijk in de fik. En 2 van je familieleden zitten op de bovenste verdieping. Heb jij genoeg kracht in je lijf om ze allebei naar beneden te tillen? Tibor Olgers vind ik een hele heel sterk. Een echte vent moet kunnen slopen, moet kunnen janken, moet kunnen vechten, moet kunnen dansen. Die 2 hebben wel een hele duidelijke visie in waar ze staan, wat ze denken, wat ze vinden. Wat is dat dan bijvoorbeeld, die visie? Hoe moeten mannen zijn? Waar? Hoe moet je als man je leven inrichten? Hoe zou jij een strong man in deze tijd typeren? Ja, vrij simpel. Een 4 eenheid, dus afhankelijk van je leeftijd. Als die jong is, dan is die... Tibor Olgers is business coach. Hij richt zich via YouTube, Instagram en podcasts ook op jongeren die worstelen met hun leven. Masculine energie. Heb je een probleem? Tanden op elkaar doorzetten. Gas op die zuiger. Winnen. En dit wat wij hier hebben, dat is het antwoord. Become aware of your body. Ik volg Tibor. Hij noemt altijd jochies en mannen. Jochies rijden op een fatbike om stoer te doen. En mannen die gaan de gym in, hebben rust in hun kop en geld in hun zak. Ik had ook een tijdje dat het even niet lekker ging. Ik had veel dingen, kwam er niet van. En ik maakte de verkeerde keuzes qua tijdsindeling. En dan volg je hem en dan zie je hem dingen zeggen over van oké, regel je shit. In plaats van kijk maar wanneer je er zin in hebt. Noah blijft na zijn stage als personal trainer bij Daan werken. Ze hebben dezelfde ideeën over mannelijkheid en sporten. En hoe dat jongeren kan helpen. Handjes eronder, Noah. Ah. Je wordt daar meer man door in mijn ogen. Ja, sterk lichaam is voor mij een van de dingen... Die passen bij een echte man. Vroeger had je Romeinse keizers met een strak gespierd lichaam. Dat waren mannen. Ik ben op school best wel eigenlijk achteraf. Ik ben er bewust van geworden dat ik tegen heel veel dingen aan ben gelopen. Een wiskundetoets en alles in mijn hoofd. Er is 1 goed antwoord. 6 weken later weer een toets. En eigenlijk zat ik de hele dag stil. Als gevolg daarvan denk ik dat er jongens zijn die school niet leuk vinden. Dat ze zich niet op hun plek voelen. Dat ze niet meer naar school toe willen. Problemen van jongens in het schoolsysteem is ook een onderwerp waar Tibor Olgers veel over post. Meer dan 60% van de schooluitvallers zijn jongens. 80% van de ADD-medicatie gaat in jongens. Nog maar 40% van de WO-studenten is man. Jongens lopen vast in het huidige systeem.
he does have a point, right? Boys are struggling in school. Boys are overdiagnosed with ADHD in many cases. And honestly, in some schools, I think it is true that boys are sometimes treated like malfunctioning girls, right? Defective girls. Why can't you be more like your sister? Why can't you sit still like her? And so on. Richard Reeves is een Brits-Amerikaanse socioloog en onderzoeker. In 2022 publiceert hij een boek waarmee hij uitgebreid in de media komt. Waarom de moderne man worstelt. There's a number of things going on at the same time. One, the education system has become less male-friendly over time. The labor market has become harder for men, especially working class men. And then in family life, we've just had this massive revolution in family life as we've moved away from the idea of the male breadwinner. Those are three big things, right? That's school, work and family. Trek mezelf helemaal omhoog, breng het schouderblad nog dichter bij elkaar. Ga zakken. When you said that you wanted to write a book about this, what were the reactions? Really? Was the main reaction, you're going to write about boys and men. Why would you do that? People are going to dismiss you. If you write about boys and men, there is no avoiding the fact that you will be labeled as part of the manosphere, part of this alt-right, anti-feminist, you can't win. I think it's irresponsible to not address these issues because you're afraid for your own reputation. And that's why I ended up taking the risk that I did. De manosfeer waar Reeves het over heeft bestaat uit influencers, social media en sites waarop masculiniteit wordt besproken en gepromoot. Tate, Hamza, The Golden One, Peterson, Tibor, allemaal zijn ze onderdeel van het netwerk. Andrew Tate is een genie op meerdere gebieden. Ik denk dat de manosfeer is echt wel heel invloedrijk op dit moment. Dat zie je ook wel, hè, omdat bijvoorbeeld Tibor Olgers heeft heel veel volgers online op zijn sociale mediakanalen. Katrien Jacobs is onderzoeker seksualiteit en gender aan de universiteiten van Gent en Hongkong. Ze volgt al jarenlang ontwikkelingen in de manosfeer. Ze zijn daarbij erg bezig om een eigen visie op lichamelijkheid te hebben, op fitness, op het sterke, gezonde lichaam. Hoe word je aantrekkelijk voor het andere geslacht? Dus je bent misschien bezig met fitness of je houdt van... Tibor Olgers. En je houdt van die mannenculturen. Dan zit je plots ook misschien toch wel iets anders te bekijken. En dat is dan een soort complottheorie. If you want to destroy a nation, get rid of their masculine men. What's scary about this is they could do this to anyone. De adviezen die influencers in de manosfeer geven, kunnen nuttig zijn. En ze kaarten ook reële problemen aan. They don't give a shit about men's mental health at all. Men constitute 90%. The trouble is, the first part of that, the people who run the world don't care about boys and men, sounds a bit true. Because it is a bit true. And then they very often move on to something that's not true. Maar die reële problemen worden ook gekoppeld aan complottheorieën. There is a war on masculinity. There absolutely is a war on masculinity. It's all a big coordinated effort. Volgens deze influencers is er een bewust plan om mannen zwak te maken. Ook Tibor spreekt hier regelmatig over. Als je de vrouwen en kinderen wil pakken, wat je nu via die genderideologie en seksualisering ziet gebeuren, langzaam maar zeker. Ja, wat heb je dan door de hele geschiedenis heen eerst te doen? Ja, de mannen uitschakelen. Als je zwakke mannen hebt, betekent dat er weinig weerstand komt vanuit de onderste regionen. Dat dus de top daarin iets zou kunnen. Ja, bedoel ik wereldleiders of zelfs daarboven nog daarin. Die zouden dan daardoor, doordat er weinig alfamannen zijn, zal er weinig weerstand hebben. En zoals je zegt, oké, ja, prima, we doen het wel. En we volgen het mooi als trouwe schaapjes. Dus je krijgt zwakke, richtingloze en dus manipulerende volgende mannetjes, jochies krijg je. Nou, die gaan hele zware tijden veroorzaken. Dus die komen er nog aan. Nou, wat je wel vaak terugziet is een visuele cirkel die altijd blijft komen. Dat is... Hard times create strong men. Hard times
create strong men. Strong men create good times. Strong men create good times. Good times create weak men. Good times create weak men. Weak men create hard times. Weak men create hard times. En die visuele cirkel zie je eigenlijk continu in de geschiedenis zie je die herhalen. Dat gaat nog wat beloven, dus... Kijk, als je een samenleving wil pakken, als je de vrouwen wil pakken, als je een samenleving wil pakken, dan moet je eerst de mannen uitschakelen. We're gonna sit there and attack masculinity as a whole, to try to remove the masculine essence. Er is een plan om de man zwak te maken. Dat zeggen veel mensen die we spreken. Hoe moet ik dat plaatsen? Ik zou dat plaatsen als een probleem. Ik denk dat voor mij is dat deels een maatschappelijk probleem. Omdat er zitten een aantal ingrediënten in die we kennen van allerhande conspiracy theories. De deep state-achtige dingen. Er is een groot plan. De mythe raakt mensen in hun gevoel. Het is niet rationeel, het is gevoel. Ja, ik voel mij onderdrukt en ik voel mij slecht en zo verder. En dus daar zie je dat enorm potentieel, vooral om jonge jongens te gaan mobiliseren. Iko Mali is cultuurwetenschapper en doet onderzoek naar de verspreiding van radicale ideeën. Dit soort memes over hard times create strong men gaan ook rond in extreemrechtse kringen. Dat extreemrechts op dit moment de wereld verbeeld is. We zijn in een neergang. De samenleving is nu dood aan het gaan. En wat hebben we nu nodig? We hebben die sterke mannen nodig. Die sterke mannen die weer willen, die niet denken, ah, ik wil enkel maar Netflixen en gamen en drugs nemen en uitgaan. Nee, we hebben weer mannen nodig die weten dat ze moeten werken. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor die samenleving. Dat ze die wereld weer moeten gaan opbouwen. En dat is eigenlijk de oorspronkelijke boodschap die daarachter zit. De ideeën die rondgaan binnen de menosfeer en extreemrechts overlappen. Ook Tibor benoemt bijvoorbeeld gamen en verslavende middelen als een probleem van jongens van nu. En voor de pijn en frustratie die dat oplevert, biedt datzelfde systeem verdoving in overvloed in de vorm van porno, videogames en drugs. Volgens Tibor moeten jongeren weer sterk gemaakt worden. En daarom heeft hij een speciaal project opgezet. De Nieuwe Lichting. Hey, knapjes, goedemorgen. We hebben weer een schooldag voor de jongens van de Nieuwe Lichting. Ons jaarprogramma waar ze leren alles wat ze eigenlijk op school hadden moeten leren. Op de site van de Nieuwe Lichting schrijft Tibor: school is ontworpen om volgers te creëren. Maar dat het niet te laat is om daaraan te ontsnappen. En het systeem wil chaos en jongens zijn nodig om de orde te herstellen. Voor een paar duizend euro kan je bij Tibor in de leer. Wat is tot nu toe het resultaat wat je hebt behaald met de Nieuwe Lichting? Ze begrijpen veel beter hoe de wereld werkt, hoe geld werkt, hoe liefde werkt, hechtingsstijlen, de drama-driehoek. Via het schoolsysteem en via de mainstream media wordt gewoon het volk bang gemaakt. Bang voor de wereld en bang voor elkaar. Hoe het systeem werkt, hoe pharma werkt, hoe big food werkt, hoe big tech werkt. Ja, het lijkt me heel vet om aan mee te doen. Het is wel een beetje duur. Daarin leer je zeg maar competenties van een eigen kampvuur kunnen maken, gezond eten kunnen maken. Eigenlijk op alle fronten je zaken op orde hebben. En ik denk dat je heel erg leert van, hey, wat is nou eigenlijk belangrijk? Als ik later mijn kind ga ik erin sturen, die gaat hem doen. 100%, of hij nou wil of niet, heeft hij pech. Moet. Je gaat bij jongeren alvast ga je het zaadje planten van oké, dit is hoe we het willen. Die jongeren die gaan dat alvast leven. Die gaan die manier van leven, gaan zij zelf ook zijn. En dat gaan ze uiteindelijk beter ook kunnen overbrengen aan jongeren om hen heen. Of dadelijk ook hun toekomstige kinderen. En dan krijg je dus een veel groter web en dan krijg je veel grotere spreiding daarin. Medialogica wil graag in gesprek met Tibor Olgers, maar die zegt daar geen tijd voor te hebben. We hebben ook geprobeerd in contact te komen met jongens die aan de Nieuwe Lichting hebben meegedaan. Maar geen van hen wil er met ons voor de camera over praten. This is a great example of the more general problem, which is it true that many boys are really struggling in school? Yes. And more than they used to? I would say yes. And certainly by comparison to girls. What's not true is that some guy on the internet has a better pedagogy who knows how to teach you the stuff you really need to know. That's not true, right? That's dangerous. And there are many of them making a lot of money from selling an alternative education. And it's bullshit.
Ook andere influencers uit de Manosfeer bieden cursussen aan. You have found it. If you want to make money and escape slavery, we will teach you. Through Adonis School, I'm going to help you make your first $10,000 for yourself. Why be rich and weak? Rich nerds are still losers. We'll teach you how to be rich and strong. Het gevaar schuilt dan dat je dus met die mensen heel veel kan gaan doen. Omdat je een enorme loyaliteit gaat creëren bij die mensen. En dat ze een enorm gevoel van trouw en trots aan u gaan hebben. En daar schuilt voor mij het gevaar. We vragen Iko Mali te kijken naar de posts van Tibor. En of er overeenkomsten zijn met radicaal rechts of influencers zoals Andrew Tate. Het eerste wat opvalt is het gedeelde beeld van mannelijkheid en die noodzaak om weerbaar te zijn en sterk te zijn en gelinkt aan de neergang van de samenleving en van het Westen en zo verder. Ik denk dat die dichter bij iemand als Andrew Tate zit, omdat er een soort... Er zit een enorme commerciële logica ook achter. Het gaat in essentie altijd om geld verdienen. Dus je ziet een soort winstoogmerk, maar die wat degelijk gekoppeld is aan... zeer reactionair man- en mensbeeld. We zitten nog altijd midden in de FVD sportzomer en ik ben nu op weg om te gaan gymmen. Wie ook opduikt in de Menno-sfeer en de sportschool is de radicaal-rechtse politicus Thierry Baudet. Past enorm bij zijn verhaal, uiteraard. Het is ook dat verhaal over de neergang. We moeten sterk zijn en weerbaar zijn. Onze rechten, we moeten weer groot durven zijn en zo verder. En in die zin past dat er gewoon bij. Yo jongens, de zomer komt weer aan. Andrew Tate is vrij. Ik ben gaan sporten. A Dutch politician called Thierry Baudet defended you when you were in prison. Yes, I think I did actually speak to him when I got out of prison. And I do super appreciate that. Constateren dat de systeemcriticus Andrew Tate nu al meer dan 30 dagen onder mensonterende omstandigheden vastzit in EU-land Roemenië. His speech was very good. It was very good. And he made some very valid points. Tate, Baudet, Tibor, allemaal bewegen ze zich in de Menno-sfeer. Naast de verzwakking van de man zien ze nog een ander gevaar dat de samenleving zou bedreigen. Ik ben non-binair. Transsexual movement, I think a large part of it, is a deliberate attack on us. Het systeem doet zijn best om ons ook te ontkoppelen van ons gender en van gezin. Ben je een man of een vrouw? In de volgende aflevering onderzoeken we waarom radicaal-rechtse activisten en politici zich ineens richten op drag queen voorleesuurtjes en waar dat toe leidt.